Het Comité Christelijke Kerken, CCK, heeft een onderhoud gehad met de regering ten aanzien van het wederom openstellen van de gebedshuizen. De kerken geven aan dat het belangrijk is dat de kerkdeuren weer opengaan. Wel moet er gekeken worden onder welke omstandigheden dat mogelijk zal zijn. Dit gesprek vond op 23 juni 2021 plaats. De president is bezig met een consultatieronde om met verschillende groepen in de gemeenschap te praten. En nu is hij bezig met de geestelijke om te kijken. Waar wij als leiders met hem konden nadenken over de voorstellen die er zijn om gefaseerd, of de ideeën om gefaseerd de kerken weer open te stellen voor de gelovigen. Nou, u begrijpt de geluiden binnen de samenleving en zeker ook onder de christenen en religieuze leiders dat het goed is dat de gebedshuizen weer bezoek kunnen krijgen, dat mensen bij elkaar komen om te bidden. En ja, dus dan wil je kijken van onder welke omstandigheden kan dat, omdat zoals duidelijk is dat er nog steeds zitten we in Suriname met heel veel besmettingen. En misschien dat nog lang niet zo erg als ook aantal mensen dat het ook het leven laat als gevolg van de besmettingen. Als we letten op het aantal doden en ook de besmettingen, aantal besmettingen, vinden wij dat het nog niet de tijd is om de kerken open te doen. Omdat we een stukje verantwoordelijkheid hebben naar onze gemeenteleden toe. En we kunnen dus niet verantwoordelijk zijn om mensen in een risicosituatie te brengen. Dus vandaar dat we de president ook hebben geadviseerd om nog even te wachten. En als de situatie ten positieve verandert, dat we dan geleidelijk aan weer de kerken open doen. Nou, op dit moment zijn die omstandigheden nog niet als zodanig besproken. Er zijn wat ideeën uitgewisseld om te kijken van hoe zou dat kunnen. Maar de realiteit van elke dag is dat het nog op dit moment een best wel risicovol iets is om te zeggen van de gebedshuizen gaan weer open en mensen kunnen bij elkaar komen. De deskundigen die in ons midden waren, die hebben aangegeven dat het virus best wel besmettelijk is. Eigenlijk besmettelijker dan de eerste golven die we gehad hebben. En daarmee moet gewoon rekening gehouden worden dat we met het opengaan van gebedshuizen, dat we mensen hun leven niet in gevaar brengen. Ik denk dat het in samenspraak moet zijn dat de overheid in gesprek treedt met de geestelijke leiders. En van daaruit, uit de verschillende meningen, kan er dan uiteindelijk een standpunt genomen worden. En we waarderen het dat dus de president communiceert met het volk. We waarderen het dat ten eerste. En dus we kijken uit naar vervolggesprekken met de president. En dat geleidelijk aan de versoepelingen plaatsvinden. En we hebben hoop dat het zal verbeteren. En vooral ook als mensen zich laten vaccineren. Dan helpt het ook wel. Wat ik wel kan zeggen is dit. Dat er zijn mensen die zich hebben laten vaccineren. En er zijn mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren. En er zullen zeker mensen zijn die zich niet zullen laten vaccineren. Maar we hebben de gelegenheid gegeven aan de mensen bij ons in de kerk. Die zich wilden laten vaccineren om dat bij ons in de kerk te doen. Er is toen een mobiele unit geweest van het BOG. En zij die zich hadden opgegeven, die zijn ook gevaccineerd. Dus we zijn er open voor om te kijken van hoe wij als kerk die mensen, onze mensen, zo goed mogelijk kunnen faciliteren. We doen virtuele diensten. En ja, dus daarmee proberen we de gemeenteleden te bereiken. We beseffen dat we niet alle gemeenteleden kunnen bereiken. Echter merken we dat we ook veel meer mensen bereiken die normaliter niet naar de kerk komen. En daar zijn we God dankbaar voor dat die middelen er zijn om het evangelie te communiceren. Bij ons hebben we vrij snel die switch gemaakt naar het digitale, naar via Zoom. Om op die manier de kerkleden bij elkaar te krijgen op de zondag en de diensten te houden. Dat is een kleine groep van mensen die niet kan inloggen, gewoon vanwege verschillende omstandigheden. En we zijn nu aan het bekijken van hoe kunnen we die mensen toch tegemoet komen. Omdat we het belangrijk vinden dat
gelovigen elkaar ontmoeten op een veilige manier, want het is COVID-situatie. Dus de ene is via digitale en die andere is, nu kunnen maar 5 mensen maximaal bij elkaar komen. Dus dat zijn we aan het overwegen om die groep te bekijken hoe we die groep van mensen die niet kunnen inloggen, om die groep toch op een andere manier te faciliteren. Nou, we vinden het allemaal belangrijk om elkaar fysiek te ontmoeten. En er zijn tal van pijnlijke voorbeelden waar je eigenlijk die persoon een brasa zou moeten geven. En vanwege de situatie en de protocollen kun je dat niet. En dat is heel pijnlijk in sommige situaties van overlijden en zo, dat je toch nog afstand moet houden. Maar we beseffen dat voor ons eigen veiligheid en ook veiligheid van de anderen en de volksgezondheid, we toch wel moeten doorbijten en meewerken en ons houden aan de regels.